De Surinaamse auteur Gerrit Baron heeft in verband met de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij een Ketikoti munt gemaakt. De munt is uitgegeven via Afaka International om wederom bewustzijn te creëren onder vooral de nazaten van de slaafgemaakten. Baron meent dat de afschaffing van de slavernij eigenlijk op 1 juli 1873 was en niet in 1863. Vandaar dat de munt de naam kreeg van 150 jari katibo kaba. De gedachte van één munt uitgegeven kan heel breed gezien worden, vooral als er gesproken wordt over afschaffing van de slavernij. We hebben grote Surinamers voortgebracht die strijd hebben geleverd voor nationale bevrijding. Vrij van slavernij, de ketenen doorbreken. Dat was de strijd die onder andere kolonel Baron, kolonel Bonny en kolonel Aluko hebben gevoerd. En in verband met dit feit dat wij 150 jaar afschaffing van die slavernij gaan gedenken, ja, hebben we gemeend om dus zo'n munt te brengen, om dat vast te leggen. Hè, en de Surinamers bewust te maken dat ze wel moeten weten wie ze zijn. En wel moeten weten, omdat als je niet weet wie je bent, is de toekomst voor jou uitzichtloos, want je hebt geen starting point. Je moet ergens beginnen. Je begint bij jezelf. Je begint met zelf te kennen, zelfkennis brengt zelfliefde. En zo, omdat je van jezelf houdt, ga je jezelf beter positioneren als Surinamer. Begrijp je? Dat is een van de belangrijkste zaken. Een munt heeft twee kanten. Op één kant staat de naam van de munt en op de andere kant staat Fort Buku. Volgens de schrijver, de plek die wordt gezien als het geestelijk denkcentrum van de vrijheid. Waarom ik met hout gewerkt in het bos en ik een vesting neergezet dat onvoorstelbaar is. Begrijp je? Maar je moet het niet zomaar zien als een fort. Het is een product van een denkwijze. Om de strijd te voeren tegen Fort Zeelandia. Het symbool van macht en kracht in de kolonie van witte suprematie. Dat is het. En Fort Buku staat daar tegenover als bevrijding van de zwarte mens. Als bevrijding van de tot slaaf gemaakten. Is een geestelijk denkcentrum van waaruit nieuwe ideeën moeten ontstaan. Vanuit wij dus Fort Buku op zo'n munt hebben. Als inspiratiebron waar je terug gaat naar, het bron, naar je bron, het eigene. En van daaruit en de wereld instapt. En dat je kan jezelf presenteren op een hoogwaardig niveau. Vandaar dat we het hebben vastgelegd op deze munt. Naar zeggen van Baron is het belangrijk dat elke Surinamer weet wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Die realisatie moet niet alleen zo zijn tijdens jubileumjaren, maar moet tot de dagelijkse realiteit behoren.